vrijdag. Oh, putten in de weg. Hatsiki flatsi. Paasnet. Tuurlijk. Het is dus weer vrijdag. We zijn weer lekker op pad. We hebben net de camper opgehaald. Die is voor een APK. Een beurt. Distributiesnaar. En een campercheck geweest. Nou ja. Al met al... Prima verlopen. Alles goed eigenlijk. Ja, gelukkig wel. We kennen er weer tegenaan, hè? Ja, mag hopen van wel. Ja. We zijn onderweg naar Leersumerveld. Is een SVR camping. In Leersum. 300 meter rechtsaf. Sla rechtsaf na 2,2 kilometer. Goedemorgen allemaal. Goedemorgen. Allereerst willen we even iedereen hartstikke dankjewel zeggen voor alle medeleven. Of hoe zeg je dat? Alle medeleven. Ja, hartstikke leuk die berichtjes. Dat help je er ook doorheen, hè? Jawel. Eventjes voor de mensen toch wel een hele kleine update dan. Dat jullie ook een beetje weten hoe of wat. Mijn vader is dus dementerend. Had van de zomer al indicatie 5 gekregen. Dus dat is eigenlijk een gesloten afdeling. Maar met corona en alles hadden we zoiets van... We gaan het zo lang mogelijk thuis proberen vol te houden. Ik ben enig kind. Maakt op zich niet uit. Maar het is me, myself en I. Tot 3 weken terug. Hè? Toen we op de camperplaats ergens stonden. Toen werden we gebeld. Ja. Politie belde, het was thuis geëscaleerd. Ja. En het was gewoon niet meer langer houdbaar. Dus na een paar fijne dagen heb ik bij een paar ma geslapen, zodat ze niet meer samen waren. En hij is nu opgenomen in een verpleeghuis op een gesloten afdeling. En alles gaat nu zijn gangetje. Taxi is geregeld voor moeders, dus ik heb 3 weken taxi gespeeld. En gisteren is ze voor het eerst zelf met taxi geweest. Nou, supergoed gegaan. Dus wij kunnen weer met een gerust hart op pad. Ja, dus als het goed is gaan we lekker weer iedere weekend toeren. We zitten nu in het Leersumse veld. In Leersum. We lopen nu, zoals je ziet, kijk. Lopen we in de bossen. Op het ruitenpad volgens mij. Ja, volgens mij ook. En we gaan er lekker van genieten. We gaan lekker onze rust pakken en... proberen weer leuke filmpjes voor jullie te maken. Toch? Ja. Ik zou eens eventjes een klein beetje zo kijken. Kijk, hier lopen we. Knopje ook op deze telefoon gevonden? Ja, ik heb het knopje gevonden. Motie er natuurlijk weer bij. Zonnetje erbij. Graad of 16 is het geloof ik al. Het is uur of 11 is het. Is het 11 uur? Het is voor jou is 11 uur, maar het is 11:45. Het is 11:45. Nou, heerlijk. Kijk. Lekker rustig. We gaan eens even verder stappen.
was echt weer een fantastisch ervaren. Zo, zonder winterjas. Ja, Tas heeft nog een dun winterjasje aan, maar het is echt gewoon weer even genieten met deze temperaturen. Zonnetje erbij. Lekker zonder zorgen in het bos. Lekker, hè? Ja. Het is niet zo gek ver bij ons vandaan. Uurtje rijden of zo, 50 minuten. Ja. Die hebben er ook zin in. Ja, is ook goed weer voor. Ja, het is overal goed weer voor. We hebben barbecue vlees meegenomen, dus ik ben benieuwd of dat het gaat worden. Het is ja, op de camping waar we staan, er staat nog wel aardig wat wind, want het is ja, vrij open waar we staan. Dus we gaan het gewoon zien, anders ga je het op de grillplaat of de koekenpan. We zien het wel. Nou ja. Zo, even rustpauze. Op de hei. Henk. Hier valt het trouwens wel mee met de wind, hè? Ja. Motie erbij, zoals gewoonlijk. Misschien is de wind ook al wel wat gaan liggen, weet ik ook niet. Nee. Merken we dadelijk wel op de camping als we uit onze schoning waaien. En wel, ja joh. Gisteren trouwens inderdaad even langs Ziso geweest, camper opgehaald. Maar dat had jij al verteld, geloof ik, hè? Ja, toen we in de camper zaten. Ook een metertje in laten bouwen, dan we gewoon binnen in de camper af kunnen lezen hoe vol dan de gasflessen nog zijn. Dat is ook wel ideaal, hoef je niet elke keer mee koken dat hok in. Schiet ook niet op, dus dat is wel ideaal. Kom je dan zo tegen in het bos? Vergeet me nietje. Kijk. Vandaag ben ik opgehangen door het bloemenvrouwtje om je dag een beetje op te fleuren. Mocht je mij mee naar huis nemen, wil je dan iemands dag een beetje kleur geven door een kaartje te sturen naar een persoon die deze dagen zijn geliefde familie niet kan zien. Als je het bloemenvrouwtje een berichtje stuurt, krijg je een adres door, mocht je een extra postzegel nodig hebben. Nou, super tof, toch? Ja, dat is leuk. Vergeet me nietje. Ik heb trouwens ook een vergeet me nietje. Jij ook een vergeet me nietje? Ik heb ook een vergeet me nietje. Oh, okay. Ja, inderdaad. Die heb je van Ellen gekregen, hè? Ja, is van de Alzheimer Stichting. Maar wij laten dit bloemetje hangen. Lekker in het zonnetje. Zijn de Duitsers ook geweest? Ja, de Duitsers hebben weer een kuil gegraven. Wij geluk dat er niemand in zit. Het zijn altijd wel leuke paadjes zo om te lopen. Nou, één voordeel hier zo stond ook aangegeven. De ruitenpaad is verplicht honden aan de riem. Ja, nou dat komt mooi uit. Moos zit altijd aan de riem, dus. Ja, ja. Er zijn erbij, die moeten ze altijd los hebben. Ja. Het is gewoon mooi omringd door bomen. Mooi paadje er doorheen. Ja. En ik moet eerlijk zeggen, ik vind het ook netjes. De, hoe noem je die dingen? Die, mountainbikers. Die mountainbikers. Zijn fietsen, weet je wel, met twee van die wielen. Werkelijk. Ja, jij bent van die zijwieltjes gewend, dus. Ja, en een vlaggetje. Ja. Maar wat? Nee, die leggen apart. Dus dat is wel fijn. Dus dat is niet gecombineerd. Nee. Tot nu toe weinig mensen tegengekomen eigenlijk. Ja, het is vrij. Daar op de hei. Ja, op de hei was het wat drukker waar we op het bankje zaten. Maar hier in de bos, nee. Eigenlijk. Tot nu toe nog niemand. Ja, dat is heel mooi. Roest. Rust. Vliegtuig op de achtergrond. Ja, dat kan wel weer minder. Roest. Meestal hebben wij routes waar geen bankjes zijn en nu sterk van de bankjes. Ja, kom maar uit. Daar ook. Ja, daar.
Ja, daar ook allemaal bankjes. Daar moet ik heen draaien. Ja, maar daar lopen we heen, hè? Ja. Voor de rest nog wat? Oh, daar ook. En daar ook. Zo, de filipjes zeg. Dat is heel wat. Neem maar die. Die is in het zonnetje. Ja, even holletje op. Welke gaan we nemen? Even kijken. Welke gaan we nemen? Ja. Die gaan we nemen. Zou dit de picknickplek zijn of zo? Ja, dit is de picknickplek. Nou, dat komt voor ons goed uit, hoor. Vanochtend vroeg in de keuken gestaan, pannenkoeken gebakken voor onderweg. Dus die kunnen we even op gaan eten. Nou, ik vanmorgen vroeg, in de keuken die pannenkoeken staan te bakken. Mm-hmm. En? Lekker? Ja, goed gedaan. Ja, hè? Niet uit de flesje, gewoon van eieren gemaakt en mascarpone. Dat was het recept, toch? En wat nog meer? Ik zou het niet weten. Ja, jij hebt ze gebakken, toch? Ja, maar jij had al beslag al klaargemaakt. Ah, ja. Mm-hmm. Had ik wel gefilmd dan, hoor. Als je mij in de keuken zou zien staan. Nou, ja. Dat staan, dat is het probleem niet. Nee. Die zijn trui nog kwijtgeraakt is. Ik heb hem hier opgehangen voor je. Weet je het? Bij boom 26. Camping het Leersumerveld. Aan deze kant tussen de bomen door zie je ook het een en ander een caravan staan. En dan aan de overkant van het weggetje heb je nog meer plekjes. Daar hebben wij hem neergezet. Wij betaalden hier €15 per dag, dus inclusief stroom en water. Chemisch toilet kan je reinigen. Nou, voor de rest is er niet echt veel. Het is dan een staanplek hebben en dat de omgeving schitterend mooi is. Zo, na het wandelen heb Moosje ook weer eventjes wat energie nodig, dus even een Dentastikkie naar binnen werken. Nee, geen barbecue vanavond, denk ik, schat. Nee, ik denk dat het geen barbecue wordt. Het is een beetje winderig. Ja. Maar goed. Speelplaat ook goed. Zo is het. Het is aardig druk hier. Zoals je ziet, wat ik al zei, eigenlijk zijn het caravanplaatsjes, maar... Het is toch merendeels, hier staat dan toevallig een caravan, maar het is echt merendeels campus wat er nu staat. Het is best wel druk geworden, gisteren en vandaag nog. Maar ja, wat wil je met dat schitterend weer? In het bos hadden we totaal geen wind, maar ja, zoals je ziet zit je hier vrij open. Dus dan kan de wind zijn gang gaan, hè? Kijk allemaal. Je ziet, het meeste is gewoon echt campus. Nou, mevrouwtje zit ook weer paraat, hè? Dankjewel. Dat is mooi. Je hebt hier allemaal een buitenafwasplaatsje. Kijk, dat is wel grappig. Water staat erop. Nou, keurig netjes. En de afvoer, ja, afvoer gaat gewoon de grond in. Dus ja, of het nou echt voortreffelijk is. Ik vind van niet in ieder geval. Mooi hoor.
Ben je aan het koken, schat? Ja, we zijn maar binnen gaan zitten. Het buiten barbecue is een beetje te frisjes nog. Er staat aardig wat wind hier, dus... Ja, en het zonnetje is nou weg. Ja, dus we hadden zoiets van, weet je wat, we doen voor de verandering de plaat dan maar aan. Ja, we hadden de barbecue wel buiten kunnen zetten en dan binnen opeten. Maar dan lopen jij het honomoe. Ja, dat gaan we niet doen. Die gaan ook prima, joh. Ja, toch? Weer kokkerel. Ik blijf kokkerel in die camper, joh. Hè? Eet ze, lovely. Eet ze. Waar ben je? Hier, muis. Ja, het zit er weer op, hè? Het zit er weer op. Het was een lekker weekend. Mooi weer. Heerlijk was het. We staan weer in de stalling. Het was weer fantastisch na 3 weken weer op pad te zijn. Ja, zalig. Ja. Ja. En, op naar volgend weekend. Ja, op naar volgend weekend. Eerlijk is eerlijk, de camping was een beetje gedateerd. Ja, de camping was gewoon niks, vond ik. Nee, de locatie wel. Ja, de locatie was top. Ja, bossen, fantastisch. Ik denk dat je er echt heerlijk kan fietsen. Wij hebben dat dan nu niet gedaan, we zijn wezen wandelen. Maar ja, de omgeving fantastisch, locatie, de camping ja, wat minder. Maar goed, we hadden een plekje, dus dat is het belangrijkste. En voor de rest hebben we toch alles bij ons. Nou, we hopen dat je dit filmpje weer leuk vond. Ben je nog niet geabonneerd op ons kanaal, abonneer hè? Ja, en, even doen, want alles wat kijkt, dat is maar 40% abonnee en 60% niet. Dus, Wat kijk je gelijk boos, joh? Boos. Nee, nee, maar even op het knopje drukken, joh. Geef even vind je ons filmpjes leuk, duimpje omhoog en volgende week zijn we er weer. Als het goed is. Fijne week. Tot volgende week. Hoi. Doei.